hij was bijna leeg. Oh, hij was bijna leeg. Hoeveelste vlog gaan we doen, zus? 14. Ik denk het wel, hè? Ik wou zeggen 13. Nee, 13. Hebben we al gehad. 14, okay. Denk ik. Welkom bij Vol Hobby's vlog nummer 14, hebben we besloten met elkaar. En vandaag heb ik niet alleen het wolzusje mee, maar ook de wolmoeder is erbij. Hoe leuk is dat? De wolrobbie is gewoon aan het werk. Iemand moet er werken, toch? Dat is waar. En wij zijn vandaag een dagje bij mijn moeder om lekker te breien en bij te kletsen. En we hebben een heleboel te vertellen. Dus, wil jij vertellen wat je aan hebt? En deze trui heeft mijn moeder gebreid, jaren geleden. Ja, of een jaar denk ik. Nou, ik denk 100. Nee. Nou, geen 100. Maar ik denk wel, ja, toch wel 22 jaar. Hij is wel 22. Ik werkte nog. En toen had ik die trui al. Dus dat is nog langer geleden. Dus die heeft mijn moeder gebreid. En hij is meegegroeid omdat ik hem een keer aan de droge gedaan heeft. Mijn moeder was niet blij. Ze zegt wel ja, te lui om op te hangen. Ja. Nee, mam, zeg ik. Hij was zo droog. Precies. Wat is het? En hij is gewoon acryl. Ja. Hij blijft mooi. De kleur is ook zo mooi. Ja. Dat groen. Ja. Dat ben ik met je eens. En ik vind hem ook zelf altijd hartstikke leuk. Is ook zo. Het is een heel azuur patroon. Ik heb vandaag mijn Capture a Cozy Moment aan. Oh. Even gaan staan. Dat is een mouwloos vest met een brede baan brioche aan weerskanten. Zakken zitten erin. En ik heb hem 2 jaar geleden gebreid tijdens Nani Swemo. Ga ik zo meteen nog wat over vertellen. Heb jij nog iets eigen gebreid aan? Nee, want als je je niet voorbereidt, dan loop je de hele dag achter de feiten aan. Dus, ik dat heb doe niet je goed. Zelf gebreid aan, maar ik heb wel wat af. Ze heeft wel wat af. Ja, ik heb een muts af. En nu heb je ook gewoon wat eigen gebreid aan ineens. Oké, okay, ja, toch wel. Toch ja, wel, hè? Toch wel. Ja. Ja, de Muscle Bureau. Ja, precies. Hij is natuurlijk al eerder voorbij gekomen in het filmpje. Ja, toen was ik er nog mee bezig. Maar nu is die af. Een muts met aan weerskanten eenzelfde stuk. En ik heb zelf bedacht dat ik daar een gele baan in wilde. Omdat ik dat leuker aan vond sluiten. Bij mijn gezicht. Zit er ook in, die gele kleur. Ja, precies. Ik vond dat net iets leuker als alleen maar die gemêleerde wol. Nou. En dit is een van jouw eerste eigen gebreid of eigen geverfde strengen. Ja, ik heb hem niet goed. Ja, dat lukt wel hoor. Zo. Ja, zelf geverfd, nooit meer na te maken. Dus die mocht gelijk wat worden. Wat een geluk. A one of a kind. One of a kind. Ja. Dus ja, en wat ben je er nu bij aan het maken? Ja, er komen polswarmetjes bij. Met dezelfde kleurstelling als de muts. Dan hebben we een leuk setje. Leuk. Ja. En wat brei jij? Ik ben een trui aan het breien. En van boven naar beneden, moet ik hem zo houden natuurlijk. Even kijken, waar zijn mijn mouwen? Hier. Dan moet ik hem zo houden en hij is nog niet, lang niet af. Maar hij eindigt in een punt aan de voor- en de achterkant. De mouwen lijken nu nog wat kort, want dat zei pas iemand, oh, doe je een korte mouw in het trui? Nee, die worden nog lang gebreid. Ja, precies. De mouwen staan op een hulpdraad. Ja, en straks neem je de steek op en dan breien je er een lange mouw aan. Dan breien hem af. Ja. Dus. Hele mooie wol. Ja, wat was dit ook alweer? Merino wol. Ja, is zo fijn. Ja. Even wachten. We gaan niet verplaatsen, want dan zitten we weer niet in beeld. Oh nee, dat blijft nog even een verrassing. Die heb ik gekocht bij jou. Bij jou onder de bol. Bij Ajoure. Bij je Ajoure. Ja, voor Ajoure. Ja. Ik vind Ajoure vind ik wel echt het allerleukste in dit geval. Dus wat ben ik aan het breien? Ik ben met een sok bezig. Dit is
Een streng die ik zelf geverfd heb. En lichtpuntjes in het donker. En ik heb dan een set ervan gemaakt met 20 gram effen en 80 gram van de hoofdkleur. Zodat je contrasterende boorden, hielen en tenen kunt maken. Ik ga alleen breien. En ik ben bezig met Nani Swemo. Nani Swemo staat voor National Knit a Sweater in a Month. Er bestaat al heel veel langer zoiets als NaNoWriMo. Dat is National Novel Writing Month. En dan ga je een boek schrijven in een maand tijd. Maar de breiers die hebben dat natuurlijk omgebouwd naar Nani Swemo, National Knit a Sweater in a Month. En ik ben begonnen aan de Luna Sweater voor mijn dochter. En hier zit een heel leuk detail op die schouder. Daar zit een soort pofmouwtje wordt er ingebreid direct. En het garen is Drops Sky. Dat denk ik. Ik heb het label niet bij me en ik heb geen nieuwe bol bij me. Moet toch geen blauw zijn dan als Sky is? Nee, want ik denk dat het zo heet omdat het heel luchtig is. Oh, dit is van dat geblazen garen. Dat is eigenlijk een soort gebunnekt. Ja, ja, precies. Dus alpaca wol is het. Dus ik denk dat als die trui af is, dat het echt een heerlijke warme trui is. En omdat ik hem voor Nani Swemo brei, waarvan ik overigens helemaal niet weet of ik dat in deze maand voor elkaar krijg hoor. Want ik ben echt best wel heel druk met wolhobby en de voorbereiding voor de adventsjaal. Maar omdat ik hem wel voor Nani Swemo had bedacht, noteer ik exact hoeveel steken ik brei. Dus ik zit nu in een sectie waar je steken bij maakt en dan nog 3 rondjes breien. Dus dan noteer ik eventjes hoeveel steken ik heb. En als ik dan die 4 rondjes klaar heb, dan telt hij in mijn spreadsheet dat weer netjes bij elkaar op. Ja, had je niet gedacht, hè? Nee, inderdaad. Want hoeveel steken moet je voor Nani Swemo minstens? 50.000. Oké. Okay. Ja. Daar kom ik ook wel aan. Dus ik heb er alweer eens 400 op staan. Ja, precies. Ja, maar jij was niet in november begonnen, hè? En dat is Nani Swemo maand. Nee, ik ben veel later. En dat is ook gelijk met warme truien dag of zo, toch? Nee. Valt dat toch niet in november? Oh ja? Is dat niet in januari? Nee, die was van de week. Ja, volgens mij wel. Oh, gemiste kans. Nou ja, het dat is wetter in de dag, dat gaat niemand lukken. Nee. Dus nu doe jij maar lekker de hele maand erover. Nou ja. Maar ik heb ook niet bewust een trui aangehad of zo. Dat, nee, precies. Jammerlijk. Ja, jammerlijk. Ja, helaas. De kans dat het op een dag viel dat ik wel een handgebreid item aan had, die is dan wel weer heel groot. Dus ja, maar je hebt zoveel. Maar de Luna Sweater wordt dit dus. Ik zal zoals gewoonlijk onderin eventjes de patroontjes linken. Dan kun je eventueel aanklikken en naar de pagina kijken. Waar de trui al helemaal in afgemaakte vorm op staat. Dat was leuk. Ben je nog meer aan het breien? Ja, ik ben begonnen aan de, hoe heet dat? Advent toestand. Advent toestand? Nou, ik vind het een toestand. Want ik heb nog nooit brioche breien gedaan. Nou, dat ben je nu ook niet aan doen, dus dat scheelt. Nee, maar het lijkt erop. Okay. Nee. Nee? Nee. Brioche is toch ook aan één kant één kleur en de andere kant een andere kleur? Dit is brioche. Ja, maar dat is met kabels en zo. Oh, hoe heet dit dan? Dubbel breien. Dit wordt dubbel gebreid en je raakt dubbel in de war af en toe. Tenminste, ik wel. Want dan moet je 2 draden tegelijk omslaan en dan denk ik, oh help. Dan laat ik hem weer even zitten en dan gaat het weer helemaal fout. Krijg ik ineens een andere kleur. Maar voorlopig lukt het wel. Ja, natuurlijk. Omdat ik het netjes iedere keer terugsteek als het fout is. Oké. Okay. Dus dat heb ik er straks nog gedaan. Dus het had al af kunnen wezen. Ja, makkelijk. Als ik het goede patroon had gehad. Ja. Nou.
Ik geniet er trouwens ontzettend van dat in de Facebookgroep steeds meer van die proeflapjes verschijnen. In allerlei kleurstellingen. Ja, leuk. Dat vind ik echt heel erg leuk om te zien. En ik vind het ook het enthousiasme van mensen als het uiteindelijk lukt. Dat vind ik ook echt heel leuk. Want het is echt wel een beetje verwarrend in het begin. Maar nou ja, op een zeker moment dan snap je het trucje. En dan wordt het ook wat makkelijker om te doen. Dus als je nog zit te tobben met je proeflapje, zet even door, hè. En om nou het zo duidelijk mogelijk tot uiting te laten komen, alsjeblieft, kies een hoog contrast. Ik heb hier nog eventjes het voorbeeld bij me, wat ik vorige keer liet zien. Maar als je dit ziet, dan valt het contrast toch eigenlijk wel tegen. Het is... Nou ja, het is niet dat het niet kan, maar nou ja, je ziet waar ik gestopt ben. Ik dacht, ik ga dit niet afmaken, want ik... Zonder van je werk. Ja. Als je het niet anders ziet. Het sparkt geen joy. Dus ik ben opnieuw begonnen met wit als contrastkleur. En afgelopen weekend was er een grote shop-update. Daar stonden pakketten in. Trouwens, iedereen die... bestelling gedaan heeft, dank je wel. Echt ontzettend bedankt. Want ja, nou ja, goed. Je staat al weken te verven en dan komt er zo'n shop-update en dan is het toch een beetje spannend of dat wel of niet gaat lopen. Maar aankomend weekend kan ik de pannen weer allebei aanslingeren. Want moet gewoon gaan bijverven. Geweldig. Maar die pakketten die waren ook bijna allemaal met wit. En er waren een paar mensen die zeiden, ja, ik vind toch wit niet zo leuk. Nou, is natuurlijk eigenlijk wel een beetje geheim. Waar heb ik hem gelaten? Wie? Ja, ver weg gestopt, hè? Want het was ik had te ver weg gestopt, hè? Want ik zei dat mag niemand zien. Maar ik dacht, ik zal misschien toch eventjes een klein stukje laten zien om het belang van... Maar waar is die? Ja! Hij moet in een tasje zijn daar. Nee, niet hierin. Ja, je hebt zoveel tasjes. Ja! Nee, nee, hij is goed. En de batterij, die wordt maar leger en leger. Dit is trouwens een van de tasjes die ik gekocht heb afgelopen zondag op de landelijke spindag. Ik zal even daar kijken, zus. Een tasje van Fiber Ratio met hartstikke leuke... Waar ook de etagère vergeten met snoepjes. Kerst. Dessin. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Ik ga een klein stukje laten zien. Of heb ik het nu al helemaal laten zien? Nee, hè? Nee, een klein stukje. Ik ga een klein stukje... Zal ik dit stukje laten zien? Dat is een mooi stukje. Kijk, en als je nou dit, kan ik wat vasthouden? Ten opzichte van dit ziet, dan denk ik dat bijna iedereen het met me eens is dat dit beter uit de verf komt. Ik zal hem ook nog even omslaan en de andere kant laten zien. Want ook die komt eigenlijk ontzettend mooi tot z'n recht. Dus dit is eventjes, ik ga niet de rest van het patroon onthullen, want er moet natuurlijk nog wel een verrassing overblijven voor december. Maar ik zou het zo jammer vinden als mensen een kleurkeuze maken en denken, oh, dit is leuk zo bij elkaar en dat het dan toch eigenlijk niet helemaal goed past. Dat zou zonde zijn van je werk en dat zou zonde zijn van je garen ook, want... Nou ja, als je garen aangeschaft hebt voor een project, wil je natuurlijk dat het heel mooi uitkomt. Maar zien we ze net niet staan. Oh, daar zien ze. Pik het even één. Nou, ik wil even weten of ze zo lekker zijn als het iedereen zegt. Ik vind ze heerlijk. Als je dan een soort koffie bij hem. Ik denk dat twee op elkaar met zo'n droste chocolaatje ertussen, dat dat ook heel lekker is. Ik moet proberen. Ik heb een kruidneuten met chocola. Mm-hmm.
goed. De band loopt weer. We hadden even een korte pauze. Want we hebben even wat gezelligs lekkers erbij gepakt. En een glaasje water. Ik heb nog steeds een beetje last van mijn stem. En de batterij moest even aangesloten worden, want alles knipperde. En dat vonden we zo jammer, dat we dadelijk iets heel leuks aan het vertellen zijn. En dat we niet meer weten waar we zijn en zo. Dus, Nou, je bent bij je moeder. Afgelopen zondag was het landelijke spindag. En daar ben ik met de rolzus naartoe geweest, ja, want we hadden een kraampje. Echt heel leuk. En we hadden echt een onwijs leuke spindag. Hè? Ja, heel. Ze hadden hele leuke naamkaartjes. En ieder lid van de landelijke spindag kreeg een cadeautje. Wat door Wollokaal dit jaar verzorgd is. Hè? Ja. Ze stonden naast ons. Maar het was de landelijke spindagroep. De meisjes van Wollokaal. Dat hebben jullie heel goed gedaan. Die kregen namelijk allemaal een spintolletje. En je kon dus de bovenkantjes en het bloemetje, kon ieder zijn eigen kleur kiezen. Oh, daar zullen ze een werk aan gehad hebben om dat allemaal 3D te printen. Want er moesten er een partij gemaakt worden. Ja, 300 of 350 of zo. Ja, dus, maar? Ja. Je maakt ze één voor één, neem ik aan. Ja, weet je, ik weet niet hoe blijven zitten als dat apparaat eenmaal loopt, maar toch. Dus, maar iedereen had dus een spintel in eigen kleurtjes. Er waren met roze, met oranje, met zwart. Ja. Blauw, heb ik dat gezien? Nee, dat niet zo. Oh, dat is jouw alarm. Omdat we die stekker eruit getrokken hebben. Oh, paniek! Nou, geen paniek. Nou, een beetje. Nou, een beetje peeuwen moeten we ervan. Hè, zus? Ja. Ik Ja, doe maar gauw een kruidnootje in je mond. Ik druk wel even op groen. Ze zullen misschien zo meteen vragen wat er met mij aan de hand is. Oh, nou, dat is ook spannend. Dan doen we een live verslag. Maar goed, spintolletje. Het zakje met de kerstballen heb ik al laten zien wat ik bij Fiber Rachel gekocht heb. Maar ik heb nog een tasje bij Fiber Rachel gekocht. Ook helemaal in kerstsferen. Oh, en ik heb natuurlijk van die andere helemaal de binnenkant niet laten zien. Deze heeft ook een hele kerstige binnenkant. Het is wel wat te... Je hebt wel een grote tafel hoor, voor ertussen. Ja, sorry hoor. We hadden ook de andere tafel kunnen pakken uit het voorkamertje. Ja, dan kon je al die zooi weer niet kwijt. Nee, dat is ook weer zo. Al je breispulletjes en zo. En ik heb twee kersttasjes gekocht. Ik had pas één kersttasje. Ja, mensen die niet aan projecttasjes doen, zoals mijn moeder. Aha. Die denkt, waar hebben jullie het over? Van de Albert Heijn. Heel handig als je dat erin doet. Je kan hem op de grond gooien, een bolletje wol. Je kan het een beetje. En wat kost dat nou? Ja, 30 eurocent. En dan heb je er één of meer? Eén. Oh, dat dan weer wel. Oh, oké. Okay. Nou, deze was geen 30 eurocent, maar hij is wel lekker kerstig. En aangezien ik twee kerstsjaals tegelijkertijd aan het breien ben, dacht ik, nou, weet je... Ik het mag vind het kosten. Dan moet je twee tasjes, natuurlijk. Maar ook zus, ja, ik heb heeft een tasje gekocht bij Fiber Rachel. Project tasje cadeau gedaan. Even kijken hoor. Een hele blitse, glitterende. Met het is allemaal uit beeld. Een hè? Regenboog handsvat. En de binnenkant is ook helemaal glitterig. Hij is gevoerd. Dit is een soort sky-achtig materiaal. Ik denk dat we dit sky noemen, een soort leerachtig, maar dan niet van leer. En hij is aan de binnenkant gewoon even geel. Ik vind hem maar onwijs leuk. Een labeltje eraan. Ja, dus. Ik zal ook de shop van Fiber Rachel zal ik eventjes linken in de show notes. Dat is de moeite waard. En ze gaf korting deze hele maand. Oh, echt? Toch? 10%? Ik hoop niet dat ik het vibrator nu met allerlei ellende opzaden voor mensen die korting willen. Terwijl ik het verkeerd gezegd heb. Volgens mij deze week of deze maand. Ik weet het niet meer zeker. Nou. Maar jij had in ieder geval deze met korting. Precies. Precies. Ja, op de landelijke spindag van de landelijke spingroep. Is die nog in beeld? Nee. Nee, ik geloof niet.
Hey, en wat een leuke dag was het, ja, zondag, hè? Dat is leuk. Ja, erg leuk. Ik heb hem nu een jaar op spinnenwiel, denk ik. Ja, ik heb hem eigenlijk al langer. Maar voordat hij bij mij thuis stond, dat duurde eventjes. Ja. Ja. Ook uit de spingroep, uit een verloting vrijgekomen van iemand die helaas overleed. En daar kwamen een heel zootje, ja, spinnenwielen, ja, uit huis. Ja, 8 of 10 of zo, of misschien, ja, nog wel meer. En die werden verloot en ik werd, nou ja, Linda werd uitgeloot en ik, die had voor mij meegedaan. Dus, en toen heb ik mezelf eigenlijk leren spinnen en ik vind het echt zo leuk om te doen. Dus zoek je nog een hobby, een wollige hobby erbij, dan, nou ja, ik zou zeggen... Maar ga spinnen. Ga spinnen. Ja, en ik bedenk mij ineens, dat spinnenwiel kwam natuurlijk via Tineke, ja, bij jou terecht. En op de landelijke spindag, van de auto naar de zaal... verloor ik mijn spinhaakje, mijn orvishoek. Dat gebruik je om het garen door het spingat te trekken. Overal gezocht, jij nog helemaal terug naar de auto geweest. Ja. Niet gevonden, bij de receptie gevraagd, niet gevonden. Eventjes aan de organisatie gevraagd, niemand had een spinhaakje gevonden. En toen kwam dezelfde Tineke, die kwam naar mij toe en die zei... jij krijgt van mij een spinhaakje. Ze zegt, ik heb een paar hele mooie... Nou, dat is ook echt, echt een hele mooie. Even met een tasje ervoor achterhouden misschien. Dat witte. Oh, deze? Ja. Oh, zou dat... Ja, dat... Oh, dat werkt wel aardig. Oh, ik zit... Kraaltjes. Ik maak een bierkantje op mijn hoofd. Ik ga eruit. Nou, we zitten wat verder weg vandaag. Ik hoop dat jullie kunnen zien hoe mooi die is. Ik had hem vanmorgen even in mijn Notions bag gedaan, want ik dacht ik wil hem even op de vlog laten zien. Heel erg lief van Tineke. Ik vond het zo lief dat ik dat kreeg. Maar ze zei dat ik ook lieve dingen deed. En toen dacht ik, ja, maar dat doe ik ook heel graag. Ja. Dus, over Notions bag. Notions bag. Wat een moeilijk woord. Etui is ook een woord. Wat, toch? Dat is ook een woord, dat klopt. Ja, schat. Jij hebt een etuietje. Toen wij onze moeder gingen ophalen vanochtend, stond het wereldwinkeltje klaar. En die hadden deze leukert... in hun assortiment. Heel eenvoudig tasje, allebei de kanten hetzelfde, ritsje erin. En ik heb maar 1 etuietje, 1 Notions bag, maar meerdere projecttasjes. Dus ik moet ook meerdere Notions bags. Ja. Want als je goed voorbereid bent als braaier, dan heb je natuurlijk in elke tas je hoort natuurlijk eigenlijk een etuietje. Elke tas hoort iets van of een etuietje, of een doosje waar je eventjes wat steekmarkeerders in hebt en eventjes een schaartje of zo. Klein etuietje, kan allemaal. Ik heb smindoosjes, daar doe ik dan die stoppers op voor je naalden. Is dat niet lastig tussen al die smintjes? Nee, want ze waren al leeg. Hang op, prik naar mijn naal. Lekker smintje. Per ongeluk een steekmarkeerder te hoesten. Nee, echt niet. Ik moet zo hoesten in de naald stoppen. Wat verwarrend. Nee hoor, maar dat is hetzelfde als dat ik niet zo'n duur projecttasje heb. Nee. Want ik heb een projecttasje van Albert Heijn. Ja, nou ja, goed, weet je. Als het werkt. En het hoeft bijna nergens mee heen, hè? Nee, dat is waar. Dus ik kom niet zoveel ergens. Jawel, ik doe wel zat, maar om naar jullie te gaan is altijd weer een hele onderneming. Jij kan inmiddels wel een leuke kapstok in je woonkamer zetten met al je tasjes eraan. Jij hebt zoveel leukers. Ja, maar ik denk niet dat de wolrobbie daar blij van wordt. Nee, ik denk dat de wolrobbie daar helemaal niet vanuit en het past ook niet in haar inrichting. Maar als je dan zegt dat het een leuke achtergrond is voor je vlog... Dat kan wel. Dan is die misschien er nog wel voor te poren. Ja, precies. Je hebt nog een stukje wand vrij, waar wat leuke haartjes. Leuk, jongen, ja. Had ik deze vorige keer al laten zien? Wel laten zien, hè? Maar toen was ik natuurlijk nog minder ver dan in ieder geval. Ik heb hem in ieder geval laten zien, want Dengel zit hier aan. Dus, Dan ben je nog niet hard opgeschoten, of wel? Zit Dengel niet meer waar? Dengel is het begin van de ronde, niet hoe ver ik gebreid heb. Sorry. Ik heb een Dengel. Oh, wat schattig. Het glitter.
Met glitter. Ja, aan een kerstproject hoort blijkbaar ook een kerststeken markeerde. Ja, vind is ik dat dan. Weer zo'n ding wat je om je... Ja, die ook daar op de bank ligt. Maar die hebben ze al een keer gezien, leuk, toch? Ja. Dus, ja. Maar ik was hem natuurlijk in glittergaar aan het maken. En ik ben inmiddels weer een stukje verder. Maar, je ziet, ja. Het is wel glittergaar, maar... Ja. Je moet echt goed kijken, vind ik. Of als het licht erop valt, dan zie je het wel goed. Ja. Want allebei zit glitter in. Ja. En in het groen en in het bruin. Enthousiast glitteren. Dus, maar ja, zoveel te doen, zo weinig tijd. Maar ik dacht, ik moet er wel af en toe even aan verder werken. Want ik was van plan om er met kerst eigenlijk aan te kunnen. Nou, en het is natuurlijk een heerlijk breitje voor de bijtje. Hartstikke. Voor de bijtje. Ja. Ik hoef er niet zo bij na te denken. Ken je die term niet? Een breitje voor de bijtje? Nee. Nee? Nee. Maar jullie verzinnen altijd... Het spreekt al, toch? Jullie verzinnen altijd nieuwe termen en dan denk ik, En daarna dan weet ik het wel weer. En dan denk ik, nou, dat hebben ze toch pas verzonnen. Ja. Dus. Doen we goed. Ja, en ik heb niet zoveel tijd om altijd te breien, want ik doe nog andere dingen. Ja. Ik schilder. Ja. Ook nog. Ja, dan hangt net iets in beeld. Ja, dan hangt net iets in beeld. Het grote schilderij van de polder. Oh, dan kom je straks nog even een fotootje. Dat is leuk. Dan kan dat nog in de show notes. Oh ja, iets dergelijks. Oh, dan zullen we die ook aan het eind. Die is wel lekker winters. Ja. Ja. Oh ja, die moet je doen. En even de deur natuurlijk. Met een adventskalender. Met adventskalender. Ja. Dat vind ik ook zo leuk. Oké. Ja. Maar een vriendin van mij had het zakje 1 opengemaakt, maar die is er vanmorgen op aangesproken. Ja, die hebben we even duidelijk uitgelegd. Dat die kijkt ook de vlog. We willen het is. Nog even erover hebben. We zullen geen namen nemen en shamen hier zo. Nee, we noemen geen namen. Nee, natuurlijk niet. Als je een adventkalender hebt, niet openmaken. Nee, niet de bedoeling. Nee. In december. 1 december gaan ik we heb dan alle doen. Doosjes van vorig jaar ook nog. Toen kreeg ik allemaal doosjes. 24. Ja. Ja. Dus die heb ik nou keurig ingepakt waarin die doos waar ze in zaten. Live stitches. Oh. Wat zeg je nou? Nou, ik had even een alarm. Ik had even live stitches. Oh, ik hoorde niks. Nee. Die steken maken ook geen geluid. Ik maak er een hoop herrie bij als het op de maat vliegt. Dat ben ik gewend. Dat jullie een hoop herrie maken. Er kwam vandaag nog een vraag van Brigitte. Hoe je het proeflapje moet afkanten. Nou, ik heb inmiddels ook de afkant van de adventsjaal klaar. Ik zal proberen om dit weekend eventjes een afkant filmpje te maken. Om te laten zien hoe we het proeflapje en ook straks de sjaal afkanten. Dat die enigszins lijkt op de opzet. Hè, dat vind ik altijd wel leuk. Want je kunt op heel veel manieren opzetten en afkanten. Ja, mensen moeten dit nog zoveel oefenen. Dus die moeten gewoon 8 onderzetters breien. Precies, voor kerst. Onderzetters voor kerst. Gezellig op de kersttafel. Je kan het tweede pas breien. Je moet ook mijn tuin opbreien. Ja. Wil je nou dubbel breien straks of niet? Ja, dat wil ik wel. En ik probeer het ook. Af en toe. Ja. Ik moet nog beginnen. Ik moet nog even verven. Maar dan ga ik beginnen. Ja. Ik moet ook verven, maar ik schilder dan. Ja. Dus, en tussendoor ga ik ook nog breien. En dus ik ga van het weekend nog even proberen om het filmpje voor het afkanten te maken. Ik dacht eerst, nou, dat hebben we toch pas 24 december nodig. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel leuk als je je onderzetters af kan kanten. Die naalden moeten wel weer leeg zijn, hè? Om 1 december van start te kunnen. Ja, dus, dat bedoel ik. En... ja, we hebben nu alle beurzen gehad, geloof ik, hè, zus? Ja. Althans, ja, dat denk ik. Ik denk dat de hoogheid nog een markt is. Er zullen niet zoveel beurzen meer zijn, denk ik. Dat zal het voorjaar weer zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja, met de kerstmarkt hebben ze weer andere dingen. En sowieso, ik moet nu nog best wel wat pakketten in apatiet en rainbow rood bijverven.
En er was nog een kleur die wel heel aardig liep. Dus ik ga van het weekend ga ik daarmee aan de slag. En ja, we schieten gewoon al heel op naar richting 1 december. Ja, hè? Voordat je het weet is het zover. Ja, en dan gaan we gewoon beginnen met z'n allen. Zo hard. Om jullie een idee te geven. Ik heb op dit moment... tussen de 15 en de 1600 e-mailadressen op de lijst. Maar ik kan ook zien dat in Revelry het adventpatroon in meer dan 2000 libraries is opgeslagen. Nou zijn dat natuurlijk, daar zitten heel veel mensen bij die zijn helemaal niet van plan om het mee te breien. Die hebben het opgeslagen zodat ze het patroon kunnen verzamelen. En op een later tijdstip kunnen maken als ze het een mooi patroon vinden. Maar om je maar een idee te geven, ik denk dat we toch zeker wel met, 2000 mensen zullen wel aan breien slaan, denk ik. Ja, en die mensen op Revelry hebben het patroon dan nog niet, hè? Je hebt alleen maar als je op Revelry zit de keuze om zeg maar het toekomstige patroon te ontvangen. Ja, je kunt het nu kopen met 100% korting. Ja. Per 1 december wordt de prijs 50% korting. En vanaf 12 december wordt het gewoon de normale eindprijs. Maar mensen die hem dus voor 1 december in hun library zetten, die kunnen gewoon de updates downloaden en dan op een later tijdstip het wel breien of niet breien. Ja, als ze het resultaat zien of als ze de eerste resultaten zien en ze denken, oh nou dat is niks voor mij. Nou, val jezelf er dan ook niet mee lastig, hè? Er is geen breipolitie. Het hoeft niet. Nee. Dus. Heb je wel eens verteld over Revelry? Weet de mensen? Nee, nou, en er is vorig jaar een vraag gekomen. Ik meen te hebben onthouden van Ineke. Die vroeg, zou je eens een keertje een filmpje willen maken over hoe Revelry werkt? En toen heb ik gezegd, oh, dat ga ik een keer doen. Maar daarna ben ik echt van het ene in het andere gerold met Wolhobby. Dus ik ben er nog helemaal niet aan toegekomen. En ik moet ook nog eventjes uitzoeken hoe ik dat aan moet pakken. Ik weet niet zo goed hoe ik dat het beste kan doen. Dus dat, nou ja, dat wordt vervolgd. Ik ben het niet vergeten. Maar Revelry is wel heel leuk. Als je niet op het filmpje kan wachten, dan kun je je natuurlijk wel gewoon aanmelden. Revelry is eigenlijk net zoiets als Facebook, maar dan alleen voor mensen die spinnen, haken, breien of weven. En het is in het Engels? Quilten. Ja, borduren quilten ook. Ja, ik denk het wel. Nee, dat is niet per se in het Engels. Er zijn ook heel veel Nederlandse groepen op Revelry. En de wolhobbygroep is eigenlijk een beetje, daar loopt het een beetje door elkaar. Ja. Nederlandse mensen die Engels spreken, die posten ook wel in het Engels. Maar soms dan verschijnt er ook een Nederlandse post tussendoor. En dat is allemaal prima. En de Engelse mensen die kunnen of Google Translate of gewoon denken van, dat hoef ik niet te weten wat daar staat. Dat kan natuurlijk ook. Maar het is wel leuk, Revelry. Ja. Veel patronen te vinden, betaalde, onbetaalde, gratis. En ook veel tips en tricks bij allerlei patronen. En altijd wel support te vinden als je ergens tegenaan loopt waar je niet uitkomt. Ja, dat is het. Hè. Het is natuurlijk gewoon een enorme kennisbank. Ja. Want iets wat jij niet weet, dat weet iemand anders misschien wel. Dus als je ergens dan de vraag stelt, er komt altijd een oplossing en een antwoord. En, dus dat komt altijd goed. Steeds te denken dat wij verder nog kwijt moeten. Ik weet het ook niet. Hoe lang zijn we bezig? Ik kan dat nooit zien. Is dat zoveel informatie? Hier zijn we nu 19 minuten bezig. Oh, dat is ook kort zeg. Ja, maar we hebben hem natuurlijk een keer gestopt. Oh, want we zijn natuurlijk gaan inpluggen. We waren al lang bezig. Ja, we waren al bezig. Ja. Dus, en mijn stem begint het weer een beetje te begeven. Ja, helemaal. Daar hebben we water voor. Ja, ik neem nog een slokje. Denk je dat een kruidnootje ook helpt? Nou, denk het niet. Dan kan je moeilijker praten, denk ik. Oh. Maar dat geeft niet hoor. Wat jammer dat of een chocolaatje. Dat is lekker puur. Ja, dat ga ik zo doen. Ik ga zo toch. Jij gaat zo'n tosti maken met twee van die kruidnoten en een drosten chocolaatje ertussen. Ja, ik denk dat dat echt... Laat het even zien. En dan zou het nog omhuld moeten zijn met chocolade.
Nou, nee, dat vind ik van niet. Kijk, als je zo doet en zo en dan eentje erbovenop. Nou, dat moet denk ik toch heerlijk zijn. Heb je een maaltijd kruidnoot? Nou, als je je maaltijd mee moet doen. Ja, qua calorieën denk ik er mee uitkomt. Nou, pure chocola heeft dan niet zoveel calorieën. Ik weet het niet. Nee, deze is wel puur, maar daar zit niet meer dan 55% chocola in, denk ik. En de rest is suiker. Het is van de... Ik mag geen naam noemen, zeker? Ja, tuurlijk. Mag geen naam noemen. Van Drosten pastilles. Precies, ja. Die vind ik altijd heerlijk. En de kruidnoten komen van Holtkamp. Dus ja, die is ook wel even noemen. Ja, dan moet je altijd iedereen noemen. Ja, alhoewel, bij Hoek hebben ze ze ook, hè? Oké, okay. Deze ook. Deze ook. Nee, deze zijn van Holtkamp. Nee, precies, dat snap ik. Ja, maar Hoek heb ook weer andere lekkere dingen. Die hebben ook zulke heerlijke koekjes. Bij, in het, zeker bij jou ook. In het oosten noemen ze dit pepernoten, maar dat is bij jou zeker ook in Nijken, hè? Ja, we zijn helemaal in de war daar, joh. Niemand kent kruidnoten, nee, joh. Hè? Nee. Terwijl dit overduidelijk geen pepernoten is. Nee, nee. Het zijn echt kruidnoten. Ja. Maar... Terwijl we ook nog mee kunnen nemen, dan hadden we die op de schaal kunnen leggen. Maar ik vind dit ook wel leuk. Ik laat deze nog even liggen. Dan ga ik zo meteen wel even voor hebben. Met je mond vol op dat filmpje, dat kan. Nee, dat hou ik niet van. Vandaag is het 8 november. Gaan wij nog een keer vloggen voor 1 december? Ik denk het wel, hè? Vast hoor. Jij sowieso wel. Ja, maar ik durf niet meer alleen, want volgens mij vindt echt niemand dat wel leuk. Ik vind jou ook alleen leuk. En het is voor mij veel minder gênant om terug te kijken. Als ik er zelf niet in zit. Is dat zo? Ja, weet ik dat? Ik heb het nog nooit gedaan. Oh, ben jij die kijker? Oh, jij kijkt niet? Ja, ik kijk altijd wel, maar dan zie ik jullie. Maar ik heb er nog nooit ergens in met mezelf. Nee, dat is waar. Dat ga je ontdekken. Maar dat geeft niet. En als het er niet uitziet, dan knip je mij er toch uit? Dat gaat niet. Nee, precies. Nee. Gaan we niet doen. Ik heb ook al een keer gesuggesteerd om iets te knippen, maar ik zeg het er allemaal in. Gesuggesteerd. Nee, maar dat is zo raar. Je laatste op je vlog verschijnen. Ja, sorry. Dit is altijd een heel risico. Sorry mensen, het is niet factor. De bedoeling. Maar ja. Gaat het nog goed, ja. Maar er komt vast nog een vlog voor 1 december. Tuurlijk. En een filmpje. En ondertussen gaat in Wolhobby Headquarters het geverf allemaal lekker door. En de pakjes die nog... die al klaarstaan, die worden ook deze week nog verstuurd. Zijn er gisteren ook een heleboel weggegaan. De adventskalenders, we wachten nog op 2 arrivals volgens mij in Amerika. Ik geloof dat verder alle adventskalenders al afgeleverd zijn. En het houdt ons lekker bezig zo. Kan niet anders zeggen. Ze hebben het zo druk. Ja, precies. Kan niet eens komen logeren. Want er staat ten eerste heel huis vol met het adventproject. Want ja, ik mag het niet zien natuurlijk, want het is voor mij ook een verrassing. Ja, precies. Ja, ja ik kon ook de wolmoeder en de wolzus niet vragen om helpen in te pakken. Want zij hebben ook allebei een adventkalender, dus dat is toch niet zo leuk natuurlijk. Ik had het graag gedaan, ik zeg dan vergeet ik het wel. Daar heb ik ook wel veel zin in hoor, om die adventkalender uit te gaan pakken. Ja, maar je kent ook iedere dag maar 1 zakje. Ja, dat is toch leuk? Ja, natuurlijk. Ja, dat doe ik dan s'avonds om 1 minuut over 12. Precies. Want dan heb ik gelijk het patroontje. Nee. Oh, daar heb ik niet het patroontje. Nee, dat het patroon komt 25 december. Het patroon dat bij je adventkalender komt. Oh, dat is het. Ja, en het patroon voor de adventsjaal, voor die daar ligt, ja, dat komt vanaf 1 december. Oh ja, ja. Dus het gebeurde wel dat ik om 1 minuut over 12 dan begon. Ja, even gewoon even 2 naalden of zo en dan slapen. Ja, 3. En dan de volgende dag de rest. En dan s'nachts dromen van, oh help, ik heb het verkeerd gedaan of zo. Dat gebeurt dan ook nog. Ja, maar ook daar komt de breipolitie niet voor, joh. Nee, weet ik wel. Nee hoor. Dus, en ik verbeter het wel. Nou goed, we gaan dit afsluiten, denk ik. Dan kunnen we wel op onze eigen plek gaan zitten. Ja, normaal zitten en het huis zo even terug verbouwen en zo. Nou, dat valt best mee. Valt mee. Alleen de stoelen een beetje bij elkaar geschoven. Maar voor nu zeg ik in ieder geval, breien blij.
En laat vooral je swatches, je proeflapjes zien op Facebook en op Ravelry. En dat vinden we hartstikke leuk om te zien. En tot de volgende vlog. Ja, iedereen veel succes. Dag. Doei. Dag. Dag.